Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Frank Berkers en ik werk voor TNO. Ik ben daar de initiator van het Orchestrating Innovation programma. En dat is ook de reden waarom we hier vandaag bij Erasmus Center for Entrepreneurship zijn, want we geven samen een opleiding Orchestrating Innovation. Orchestrating Innovation gaat over innovatie in publiek-private samenwerking. En daarom heb ik een gast. Sjoerd Mentink, jij bent programmamanager publiek-private partnerships bij Philips. Vertel, wie ben je, wat doe je? Ja, goedemiddag Frank. Het is een plezier om hier te zijn. De directe aanleiding dat ik hier ben is omdat ik deelneem aan de cursus Orchestrating Innovation Ecosystems. Dat doe ik in mijn capaciteit als inderdaad programmamanager publiek-private samenwerking bij Philips. Maar vooral ook als lid van de stuurgroep en het drijven van het ecosysteem van de Eindhoven MedTech Innovatiecentrum. Okay. Daar ben ik dus bezig om het ecosysteem uit te bouwen en tot waarde voor de Nederlandse gezondheidszorg te brengen. Mm-hmm. Ik zal kort iets over mijn eigen achtergrond vertellen. Ik ben een natuurkundige uit Leiden met dit jaar mijn 25ste jaar in de Philips-familie. Waar ik meest recentelijk, voordat ik deze baan had, actief was als innovatiemanager bij Philips Lighting Research. Waar ik me vooral met applicaties bezighoud van nieuwe LED-proposities. En nu dus sinds 3 jaar bij Philips Healthcare in het CTO-office in mijn huidige rol. Mm-hmm. En in de Eindhoven MedTech Innovatiecentrum samenwerking ben ik dus de Philips vertegenwoordiger. Maar die samenwerking die bestaat uit 3 regionale topklinische ziekenhuizen. Ja. De TU Eindhoven en Philips. Okay. Als de kern van de samenwerking om de innovatie in de gezondheidszorg te versnellen. Ja, en in de cursus en hoe we nu bezig zijn, probeer ik na te denken en te sparren hoe we dat ecosysteem dus verder kunnen verstevigen. Nou, interessant. Kun je mij eens uitleggen wat er in jullie innovatieportfolio zit en waar dat maatschappelijk gezien toe moet gaan leiden? Ja, de samenwerking in het Eindhovens, dat is gebaseerd op een aantal sterktes die in de regio, in de gezondheidszorg aanwezig zijn. En dan heb je het over hart- en vaatziekten, je hebt het over slaap. En je hebt het over geboortezorg, perinatale zorg. Qua portfolio van topics zijn dat de onderwerpen waar we ons op richten. En voornamelijk nog in een relatief vroeg innovatiestadium. Dus wij hebben ongeveer 100 promovendi rondlopen. Om via research en ontwikkelingsachtige programma's nieuwe concepten te ontwikkelen. Te bouncen met de eindgebruikers in de ziekenhuizen. Maar ook in de eerste lijn zorg daar. Omheen. En de drive is eigenlijk om van die brede R&D-portfolio nog naar veel meer impact te gaan in de daadwerkelijke zorg, door ook de vervolgstappen te nemen richting de implementatie in de zorg. Oké, nou dat is precies waar Orchestrating Innovation volgens mij over moet gaan. Aan de ene kant die publieke en maatschappelijke belangen, aan de andere kant ook de bedrijvigheid. Hoe komen die samen en hoe ga je vanuit zo'n laag TRL eigenlijk naar impact? Hoe zie je dat voor? Ja, in de zorg spelen allerlei topics in de huidige wereld. Ik denk dat veel mensen ze kennen. De kosten die stijgen sterk. Om überhaupt mensen te krijgen die in de zorg willen werken met voldoende aantallen is een groot probleem. Mm-hmm. Maar ook als je naar de patiënten en de burgers kijkt, die willen controle over hun eigen leven, die willen kwaliteit van leven. Er komen allerlei nieuwe technologieën op de zorg af. Dus dat zijn allerlei problemen waarmee de zorg momenteel worstelt. Mm-hmm. Terwijl de bedrijven die klaarstaan in bijvoorbeeld in de medtech wereld, ja, die hebben heel veel technologie te bieden. Die zijn heel slim om met data om te gaan en te interpreteren, et cetera. Maar om die match goed te maken, om bijvoorbeeld de kwaliteit van leven te verhogen of de hoeveelheid menskracht die je nodig hebt om de zorg te draaien daadwerkelijk te verminderen. Ja, die match die proberen we
in de samenwerking optimaal te maken. Zodat we technieken aanbieden en ontwikkelen voor de juiste behoeftes en dat we die op de juiste manieren in de zorg wegzetten. Ja, en dat is de spanning en de drive en de missie die we gezamenlijk hebben. Mm-hmm. Die spanning die jij schetst, hè, die verschillende perspectieven, die speelt natuurlijk al decennia lang in deze sector. Is daar nu iets in aan het veranderen? Is Orchestrating Innovation daar een rol in? Of dat publiek-private? Is dat een verandering of is dat eigenlijk gewoon hetzelfde als het al decennia lang is? Kleine disclaimer dat ik dat natuurlijk pas 3 jaar aan het doen ben, maar ik zie wel dingen veranderen. Bijvoorbeeld de kracht van, het is een technische ontwikkeling, de kracht van data. Data geeft heel veel inzichten. Hoe lopen de processen in een ziekenhuis? Hoe kan je direct met de patiënt thuis communiceren? Er zijn allerlei technologische ontwikkelingen, denk ik, zeker op het gebied van data, waardoor er versnelling plaatsvindt en ook een verandering waarop de innovaties gaan plaatsvinden. Los daarvan is denk ik en dat kan ik dan heel concreet maken in Eindhoven, de samenwerking in deze vorm met academia, bedrijven en ziekenhuizen, in lichte vorm was die er al heel erg lang. Maar het is eigenlijk pas sinds 1 jaar of 5 dat we een gezamenlijke visie en commitment hebben uitgesproken om elkaar echt te versterken. En pas 3 jaar geleden hebben we het geformaliseerd, deze samenwerking. En dan zie je dat het gaat vliegen, dat we heel veel kruisbenoemingen hebben. Hè? Dus mensen in de verschillende instellingen aan de slag, et cetera. Dus in zekere zin zie je daar ook een versnelling in hoe we het hebben geregeld met elkaar. En dat we het ook echt willen met elkaar. Dus ook op dat vlak denk ik dat je een verandering waarneemt. En dat zie je niet alleen maar in Eindhoven, dat zie je ook hier in de regio, Medical Delta, et cetera. Daar zie je ook nu clustering van activiteiten. Ja, maar je bent dus wel met alle stakeholders een proces doorgemoeten van we moeten uit onze rol stappen en iets beter begrijpen wat die samenwerking inhoudt. Absoluut. En zeker voor topklinische ziekenhuizen bijvoorbeeld. Hè, die willen wel een beetje onderzoek doen, maar het is geen academisch ziekenhuis bijvoorbeeld. Hè. Dus onderzoek op schaal, hè, want daar zijn de grote patiëntenaantallen, is absoluut zeer nuttig en interessant in topklinische ziekenhuizen. Maar dat is niet zomaar ingeregeld in die context. Maar ook bijvoorbeeld de behoefte aan talent voor topklinische ziekenhuizen. Hè. De relatie met de universiteit bevordert enorm het aantrekkelijk zijn voor talent om daadwerkelijk in een ziekenhuis te willen werken als specialist bijvoorbeeld, zodat je ook echt onderzoek kunt doen met een cross-aanstelling bij een academische instelling. Al die instrumenten waren onvoldoende ingeregeld in de academische sfeer wat meer dan in de topklinische ziekenhuis. Ik had een aantal stellingen voor voorbereid en deze heeft er wel iets mee te maken. De eerste stelling is: ecosysteemdenken is aardig. Maar in de praktijk doen wij innovatie toch vaak met dezelfde partijen en universiteiten. Is dit van toepassing of juist niet? Ik denk dat dat absoluut van toepassing is. Het is ontzettend menselijk om het met de mensen die je kent te doen. Ook in Eindhoven is het natuurlijk ontzettend fijn om met de kern waarmee je de visie hebt opgebouwd om vooral te kijken wat kunnen wij samen doen. Het vereist moed om te zeggen van nou dat kunnen wij niet, dat hebben wij niet en dan moeten we een outreach doen op allerlei vlakken. Ja, dat kan kennis zijn, het kan van alles nog wat zijn, start-ups, et cetera. In Eindhoven zitten we nu denk ik in de fase dat we weten wat we zelf kunnen en willen. En nu zitten we in een soort opschalingsfase. Wat hebben we dan nu echt nodig om al die mooie innovaties echt te laten landen, te laten gebeuren, de platforms ter beschikking te stellen van derde partijen, et cetera. Dus we zitten in zo'n omschakelmoment, denk ik, opschalingsmoment. Daar zit uiteindelijk ook de impact, de schaal en de impact die je zoekt. Ja, absoluut. Want in de partners die ik genoemd heb zitten geen start-ups, zitten geen verzekeraars. Ik kan nog een tijdje zo doorgaan. Veel hebben we geregeld via de bestaande kanalen, omdat we hebben onze eigen achterban natuurlijk. Ja. Maar als MTIC zelf willen we die vervolgende stappen absoluut gaan zetten in de komende jaren. Oké.
Nou, dan heb ik er nog wel één. Het managen van een ecosysteem is vooral een skill. Dat kun je of dat kun je niet. Ja. Je zou kunnen zeggen dat wil je of dat wil je niet. Mm-hmm. Ik denk dat er ook veel willen bij is. Maar natuurlijk zijn er skills. Dingen als luisteren naar elkaar. Daadwerkelijk het willen begrijpen van een instituut wat toch een heel ander charter heeft dan jezelf. Ik vertegenwoordig Philips, wij willen geweldig onderzoek doen, maar dat moet leiden tot producten en diensten. Maar andere academici kunnen gedreven zijn door misschien iets fundamentelere uitdagingen. Clinici kunnen getriggerd zijn door een iets ander. Maar gezamenlijk hebben we nu een roadmap opgebouwd waar we gezamenlijk achteraan willen jagen. Ja, en dat moet je willen opbouwen met elkaar. En kunnen, ja, methodieken zat, dat hoef je niet allemaal in één persoon te verenigen, dat moet je willen organiseren. Ik denk dat er heel veel willen bij is eigenlijk mijn antwoord. Kun je daar wat over vertellen, hoe je dat dan, je zegt van je hoeft niet alles in één persoon te verenigen, hoe doen jullie dat in het team rondom MTech? Dan is het misschien het handigste om kort MTIC in organisatievorm toe te lichten. Hè. Dus ja. We hebben programmalijnen, die heb ik genoemd. Hart- en vaatziekten, slaap en perinatale zorg. Daar zitten programmateams, die gaan over de inhoud. Die zijn eigenaars van de roadmap. Mm-hmm. Die zijn ook verantwoordelijk om fondsen binnen te halen, bijvoorbeeld. Hè, om er iets te noemen. Maar daar loodrecht op hebben we een operationele groep die zich bezighoudt met... bijvoorbeeld het dataplatform. Zorgen dat er een dataplatform is. We hebben een club die ervoor zorgt dat de wet en regelgeving support er is. Hè, voor privacy en MDR en what have you. We hebben natuurlijk een bestuur wat zorgt dat de randvoorwaarden er zijn. We hebben een educatiepoot. Zo probeer je het probleem, het complexe probleem van iets, een succesvolle samenwerking maken, uit elkaar te rafelen in toch operationele, functionele blokken. En dat is wat ik eigenlijk ook zei vooraf al, van een bedrijfsmatige aanpak van zo'n ecosysteem. Dat heeft wel bij ons gewerkt door een goede organisatie neer te zetten. Een programma die graag die programma's wil trekken, maximaal gesupport door die andere tak van de matrix. En ieder in zijn sterkte te zetten. Ik ben wel heel benieuwd naar dat bedrijfsmatige aspect wat je noemt. Sommige mensen zeggen, de rol van een innovatiecentrum is toch vooral het binnenhalen van projecten. Hoe verhoudt dat bedrijfsmatige wat jij noemt zich nou tot, ja, er moeten ook gewoon projecten in dat portfolio komen? Absoluut, absoluut. Dus we gebruiken allerlei manieren om projecten binnen te halen. Heel veel met publiek geld in het Nederlandse zeker ook. Maar de bedrijfsmatige aanpak zit ook vooral ook in het denken. De organisatie heb ik net genoemd, maar ook het denken van wat willen we bereiken met elkaar. En ja, ik heb dat de 5 P's genoemd. Dus we hebben gewoon output-metrieken. Het gaat over publicaties. Makkelijk, relatief makkelijk in deze context. Het gaat over patenten. Om mensen in topklinische ziekenhuizen zover te krijgen dat ze invention disclosures richting patenten gaan opschrijven, dat is een tamelijk grote cultuurverandering. Op de universiteit is dat ietsje beter. Producten, derde P, er moeten producten uitkomen. Ja? Dus we hebben daadwerkelijk een KPI op de hoeveelheid transfers naar producten. People, hè, ik heb het al gezegd, we willen mensen ontwikkelen, we willen toptalent binnenhalen, maar we willen toptalent vooral ook in het ecosysteem laten blijven. Dus we hebben een target op de hoeveelheid mensen die uitstromen, maar ook degene die blijven. We willen ongeveer dat 20% van de mensen die promoveert bijvoorbeeld in het ecosysteem actief blijft. Ja, en de laatste is het partnership zelf, want we willen het partnership ontwikkelen verder om de kwaliteit te verbeteren, de impact te vergroten, goed op te schalen. Dus we hebben plat gezegd doelstellingen en die worden geformuleerd in taakstellingen voor de diverse teams en dat wordt netjes bijgehouden en bijgestuurd waar nodig. Oké. En die partnerships, gaat dat dan ook over het aantrekken en het activeren van nieuwe actoren, nieuwe type actoren rondom die
programma's, moet ik dat zo zien? Ja, dat is correct. Momenteel zit zeg maar de expansie van het ecosysteem, want ik denk dat je daar aan refereert, ja, nog in het zogeheten strategie-team. Ja. Dus we zijn echt, we zijn aan het praten met een aantal accelerators, met een aantal verzekeraars bijvoorbeeld, om te kijken van ja, hoe gaan we dat aanpakken? Dus daar is dat nu geborgd. Ja. Uiteindelijk moet dat natuurlijk in de programma's en in de impact projecten gaan landen. Oké, en op het niveau van de programma's daar, bijvoorbeeld prenataal, worden daar die 5 P's ook zo herkend? En absoluut. Is dat weer een business in een business? Zou ik het zo moeten zeggen? Dus ja, dat cascadeert. Dus de doelstellingen cascaderen. En niet elke doelstelling is voor iedereen even relevant. Maar ja, wij spreken dus de teams wel degelijk aan. Concreet gezegd, elk half jaar doen wij de monitoring richting de supervisory board op de KPI's. Okay. En die worden dus doorvertaald. Wat betekent het voor jou bijvoorbeeld? Ja. Oké, en als nou, ik zoom even in op die P van partners, hè, dat vind ik gewoon heel interessant. Als nou een van die programma's daar een beetje in achterblijft, wat voor dingen kun je dan doen om dat te bevorderen? Ja, dus hoe we tegen expansie aankijken is dat je hoeft niet noodzakelijkwijs meer promovendi te hebben bijvoorbeeld. Misschien moet je meer downstream richting de echte zorg gaan. Ja. Of wil je er een nieuw topic bij? Nou, dat bijvoorbeeld speelt. We hebben nu 3 hoofdgebieden benoemd. Maar we weten ook dat we doen pilotprojecten op oncologiegebied, op neurologiegebied bijvoorbeeld. Ja. En dat is weer een andere manier om na te denken over expansie. Dus ik denk dat iedereen met expansie bezig is. Maar dat kan op een andere manier zijn. Oké. En zie je dat ook qua aansturing ontwikkelen door de tijd? Ik kan me voorstellen dat je eerst meer accent legt op dat IP en dan richting die exploitatie. Nou, dat is correct. Dat is precies correct. Ik zeg al 100 promovendi, ja, daar zit dus heel veel kennis wat latent in de zorg gaat kunnen landen. Omdat ze natuurlijk heel veel van die projecten hebben getoond dat daar potentie in zit. Ja. Maar dan is inderdaad de vervolgstap van is die kennis wel geborgd in IP bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar vervolgens ook van ja, hoe gaat dat dan verder in de funnel? Er is 1 groot bedrijf in het partnership, maar die 100 projecten gaan niet allemaal via Philips naar de markt. Dat gaat niet gebeuren. Dus nu moeten we organiseren, zowel voor een effectief proces richting het grootbedrijf, maar zeker ook richting de diverse incubators en venture builders om de rest van die portfolio verder te brengen waar dat relevant is. Oké, dus zo zie je eigenlijk door de tijd heen dat verschillende type actoren op verschillende momenten worden aangeraakt en geactiveerd. Nog een stelling. World-class specialistische kennis is dé sleutel tot succes. En dan zullen partijen hierheen komen om zich te vestigen. Is dat een beleidsregel? Is dat een filosofie die bij jullie actief is? Ja, excellentie is 1 van de redenen waarom we de programma's draaien die we draaien. Dus dat is 1 van de belangrijke parameters. Naast proximity en vertrouwen en nog een paar van dat soort dingen. Ja. Nee, als het niet excellent is, dan willen we dat eigenlijk niet executeren. Want dan maak je te weinig verschil. Dus we willen niet een opschalingspartner zijn voor als er ergens iets is bedacht. Ja, natuurlijk, dat gaan we doen. Nee, we proberen wel degelijk de sleutelinnovaties binnen goed gekozen gebieden te bewerkstelligen. Dat kan misschien veranderen, zeker als het ecosysteem wat verder uitbreidt. Maar dit is waar gestart is. Dat is interessant, want zou op gespannen voet kunnen staan met regionale ontwikkeling en uitrol van innovaties, correct, nationaal en internationaal. Correct, correct. Betekent dat eigenlijk dat je zegt van ons toneel is de wereld? Is dat toch? Voor een, je weet, er doet een multinational, Philips doet mee in de samenwerking. En daar is de scope natuurlijk niet Nederland van. Daar is de scope vooral, ook in de programmering, wat is er opschaalbaar? Ja. Maar er kunnen ook allerlei initiatieven zijn en die poppen natuurlijk op uit de activiteiten die we doen, waarvan we zeggen, nou, deze applicatie, dat zou ideaal zijn voor een start-up en die kan in Brabant een uitstekende boterham verdienen.
bijvoorbeeld. Heel veel zorg thuis of nou ja, allerlei aspecten die regionaal georganiseerd moeten worden. En regionale kleinbedrijf support kan prima bestaan. En ik denk wel dat we zullen navigeren naar een toekomst waarin MTIC ook een platform is voor dat type innovatie. Ja, ik vermoed dat er ook wel regionale, nationale, publieke partijen betrokken zijn. Absoluut. Bij dit centrum. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik nog niet formeel, zeg maar, als partner van het ecosysteem. Ja. Dus daar zijn we nog een beetje zoekende hoe we dat gaan inregelen. Maar inderdaad, die evolutie, die vermoed ik wel, zullen we gaan waarnemen. Oké. Het versterken van een ecosysteem is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de private partijen. Dat is een boeiende. Mijn eerste reactie zou zijn, hoezo? Ik denk dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Mm-hmm. Als je kijkt naar de bijvoorbeeld de educatiepoot, dan zien we dat er een enorme behoefte is aan het bijschakelen van HBO en MBO. Als we kijken naar de ziekenhuizen, dan is er een enorme behoefte aan het goed bijschakelen van het zorgnetwerk. Huisartsen bijvoorbeeld of verloskundigen, nou, ga zo maar door. Dus ik denk eigenlijk dat van alle partijen komt. Dus ik kan in ieder geval in MTIC zeggen dat is een gedragen beeld dat we dat willen initiëren samen. Oké, okay, want uiteindelijk is het MTIC ook voor en door het ecosysteem. Ja. Zou je dat zo? Ja, dus ik zou niet zeggen, nee, ik ben het er niet mee eens dat de private partij daar het voortouw zou moeten nemen. Field labs zouden zich commerciëler moeten gedragen. Zal ik daar eens ja op antwoorden? Ik zie zelf een beetje een wildgroei van field labs en ja, hoe viable zijn die allemaal over de tijd. Dat kan best een beetje meer bedrijfsmatig worden benaderd, waarbij bepaalde functies en kennis geborgd wordt en zichzelf bedruipt op een professionele manier vervolgexperimenten weg te zetten. Dat is eigenlijk wel een topic wat na aan mijn hart ligt. MTIC is een fantastisch field lab, zo heet het niet. We hebben daar eigenlijk nog niet eens een goede organisatorische vorm voor. Ja. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Maar je ziet het lappendeken over Nederland daar wel zijn. Dus, ik denk dat wel wat bedrijfsmatiger kan worden aangepakt. Ja, dus je vervangt eigenlijk dat woordje commercieel meer door bedrijfsmatig. Ja, en een bedrijf moet duurzaam zijn, dus zichzelf kunnen bedruipen, tenminste. Oké. Ja. Het is evident dat onze innovaties aan de Sustainable Development Goals bijdragen. Ja, dat is volstrekt evident. Mm-hmm. Althans, dat het moet. En dat wil niet zeggen dat we voor alle projecten een assessment hebben gedaan. Of sterker nog, dat we voor nieuwe projecten een assessment doen. Mm-hmm. Dus ik word getriggerd door je stelling. Ik denk dat de partners die betrokken zijn zeer gecommitteerd zijn individueel aan ontwikkelingsdoelen. Ja, aan de Sustainable Development Goals. Ja. Maar we hebben dat niet expliciet gemaakt. Dus het is een interessante trigger. Ik weet dat bijvoorbeeld in het Philips bedrijf dat wel heel conscientieus gedaan wordt. Maar in de samenwerking is dat niet een bovenliggend argument momenteel nog. Interessante stelling. Mooi, dankjewel. Ik ben benieuwd, als we dan even kijken naar de opleiding waar we samen in zitten. Wat heb je al geleerd? Ja. In ieder geval in de opleiding zijn er een aantal gereedschappen aangereikt van oké, zo kan je er naar kijken. Dat vond ik trouwens ook een tamelijk hoog bedrijfsmatig gehalte hebben overigens. Dat die instrumenten resoneerden dus in ieder geval bij mij, hè, en kon ik ook relateren aan hoe we dat aanpakken. Ja. Wat het prettige is van zo'n cursus is dat er ook mensen uit hele andere contexten aanwezig zijn.
zijn. Mm-hmm. Ja, en dan word ik zelf erg geholpen door mensen die bijvoorbeeld met regionale overheden in de slag zijn of daar zelf functioneren. Zodat ik de dynamiek daar bijvoorbeeld veel beter begrijp. De verschillende type ecosystemen, de fases waarin een ecosysteem zich verkeert, het type actie en organisatie die daarbij hoort. Ja, dat zijn allemaal hele nuttige frameworks om te weten waarmee je bezig zijn, niet te veel fouten te maken, vooral te leren over de verzamelde kennis die er al aanwezig is. Ja, en daar zal ik zeker mijn voordeel mee gaan doen. Ik ben dan wel benieuwd hoe dat dan weer, wat jij hebt die inzichten nu, je participeert hierin, ook met de andere deelnemers spar je, maar als je dan weer teruggaat naar MTech, dan zijn daar andere mensen, een team waarmee je werkt, die nou ja, met een andere bril naar de wereld kijken. Hoe ga je daarmee om? Want die zitten misschien nog in een andere. Ja. Ja, dus wat ik al zeg, een van de schakelpunten, kantelpunten voor MTech is nu de opschaling. Dus juist in het strategieteam wat zich nu bezighoudt met hoe gaan we om richting de start-up community, nieuwe bedrijvigheid, bekostigingsmodellen, daadwerkelijk implementaties, hopelijk gesponsord door bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. In die context kan ik deze kennis en kunde en tools ook heel netjes inbrengen. Dus daar is een luisterend oor voor. Dat is niet gezegd dat we de hele goede gemeente in die organisatie die ik heb gezegd hier noodzakelijkwijs mee moeten belasten. Dat is niet nodig. Ik denk dat het in het juiste forum landt, zodat we ook echt stappen kunnen zetten en beleid maken. Oké. En als je nu kijkt naar de kijkers van deze podcast, zijn denk ik allemaal bezig met innovatie op een of andere manier. Wij hebben het hier specifiek over publiek-private samenwerking rondom innovatie. Vanuit privaat perspectief gezien, hè, wanneer zouden partijen nu moeten overwegen om op zoek te gaan naar publiek-private samenwerking, naar zo'n MTech bijvoorbeeld, als het in jouw case... In het algemeen bedoel ik. Ja, in het algemeen bedoel ik hem, maar je mag hem ook voor je eigen context. Het is inderdaad ontzettend belangrijk om te begrijpen wanneer je iets in een toch tamelijk complex ecosysteem zou moeten oppakken. Of wanneer je dat met andere middelen en organisatievormen kan doen. Ik kom zelf uit de licht- en gebouwenwereld. Ik heb in de tuinbouw ben ik actief geweest, glastuinbouw. Maar ook in bijvoorbeeld de retail-omgeving. En de kantooromgeving bijvoorbeeld. Ja, en dan zie je dat bijvoorbeeld in de glastuinbouw heb je al heel gauw een ecosysteembenadering nodig om tot een oplossing te komen. Terwijl je bijvoorbeeld in een kantoor of een retailomgeving is de waardeketen en het klantennetwerk, et cetera, eigenlijk een stuk eenvoudiger. Mm-hmm. En kan je bijna één op één schakelen met de eindgebruiker of misschien nog het moederbedrijf bijvoorbeeld voor een bepaald merkformat of zo. Ja. Dus mijn ervaring, persoonlijke ervaring, is dat in een aantal van de contexten waar ik actief ben geweest, een ecosysteeminhaling helemaal niet preferred is. Mm-hmm. Maar dat je dat veel directer kan doen. Ja. Terwijl in de zorg, ja, dit is volgens mij de enige manier om het te benaderen. En dan zijn de 5 partners in MTech verre van voldoende om uiteindelijk de impact te bewerkstelligen. Maar dat is wel een goede start. Oké. Ja. Moet ik het dan zo vertalen dat specifiek van bijvoorbeeld MKB, dat als je bezig bent met innovatie waar echt een ecosysteem aanpak voor nodig is, dat dan de behoefte aan zo'n innovatiecentrum wel aanwezig is? Omdat je dan dus een grote hoeveelheid afhankelijkheden aangaat? Het platform wat MTech kan bieden aan beginnende innovatoren van studententeams tot MKB en anderen, ja, is natuurlijk fantastisch. Hè? Daar ligt een enorme hoeveelheid klinische kennis. Daar liggen allerlei projecten waar technologieën voor nodig zijn, waar het MKB bij kan hun activiteiten kunnen ontplooien. Kan op techniek zijn, kan op allerlei apps zijn, kan van alles nog wat zijn. De data die er wordt gegenereerd, zodat je op basis van de data
data tot nieuwe proposities kunt komen en daar zelfs al bedrijvigheid van kan maken. Ja, dat te gelden maken en dat aanbieden aan de BV Nederland, ja, dat gaat gebeuren en dat gaat heel veel waarde opleveren, denken wij. En vanuit een onderwijsperspectief, waarom zijn innovatiecentra vanuit een onderwijsinstelling interessant of niet? Natuurlijk willen onderwijsinstellingen ook opleiden voor iets relevants. Dus waar vraag naar is in de markt, maar ook met de laatste inzicht. Bijvoorbeeld bij grote bedrijven, maar ook van de klinische inzichten die in een universiteitsgebouw niet aanwezig zijn. Ja. Dus je wil cutting edge onderzoek en onderwijs doen. Dus dat is een belangrijke reden, denk ik. Maar je wil ook opleiden voor de markt. Dus je wil je mensen ergens een plek kunnen bieden. En inderdaad is MTIC ook een plek, heb ik al gezegd, waar we talent willen behouden voor de regio. Gewoon first-hand evidence is dat wat we kunnen bieden, namelijk een master of een promotieplek, waarbij je niet alleen maar op de universiteit zit, maar ook een stuk in een bedrijf zit en ook een deel van je tijd in de zorg doorbrengt. Ja, die kruisbestuiving door dat samen te pakken is super attractief voor mensen om zich te ontwikkelen. Want dan heb je ook nog, deels is het ook dat je een keuze uitstelt, maar deels kan je ook exploreren van ja, dit ligt mij meer, dit ligt mij meer. In plaats van jij zal en moet het ziekenhuis ingaan of jij zal en moet een academische carrière doen. Nee, MTIC biedt de plek om die keuze uit te stellen, maar het positieve daarvan is van kijk wat je echt wilt. Oké, mooi. Ik heb een laatste vraag, dus ik wil alvast beginnen met jou hartelijk te danken voor jouw aanwezigheid hier en het toelichten van je antwoorden op mijn vragen. Jullie ook allemaal, bedankt voor het kijken. We hebben vandaag gesproken over Orchestrating Innovation. Dat gaat over innovatie in publiek-private samenwerking. En dat is een veelkoppig monster. En daar hebben we verschillende aspecten vandaag geëxploreerd. Sjoerd, wat is je advies aan mensen die ook bezig zijn met innovatie in publiek-private ecosystemen? Ja, dus inderdaad, hè, net al gezegd, scherp zijn waar het ecosysteem echt de waarde toevoegt. Is dit de manier? Want het is meer complex, het kan langer duren, meer belanghebbenden, et cetera. Of kan het ook anders? Moet je je toch afvragen. Maar als er eenmaal gezamenlijke visie is, dan zou ik zeggen vooral volhouden en plezier hebben. Ja, maar wel toch met enige regelmaat, ik zei zelf, wij doen het elke 6 maanden, weer met elkaar toetsen, klopt de visie nog, hebben we de voortgang, moeten we bijsturen, hoe meer kikkers in de pot, die kunnen eruit springen als je dat niet bij elkaar houdt. En daar zijn we heel actief mee bezig en dat raad ik ook iedereen aan, om die gezamenlijke visie, drive, vertrouwen in elkaar ook echt te onderhouden. Ja. Zodat je elke dag met plezier naar dat ecosysteem toe gaat. Oké, dus ik hoor eigenlijk 2 dingen. Plezier van het samenwerken, elkaar leren kennen, elkaars partij leren kennen. Maar ook een publiek-private samenwerking is tenslotte een middel om iets te bereiken. En dat mag je op gezette tijden continu ter discussie stellen. Absoluut, absoluut. En ja, nogmaals, het is een heel goed gereedschap voor complexe problemen. Want alleen kan je het dan niet doen. Goed, dan sluit ik af. Dankjewel Sjoerd, dankjewel voor het kijken. Als jullie meer willen weten over Orchestrating Innovation, dan kun je dat vinden op de website van Erasmus Center for Entrepreneurship of op de website van TNO. Dank jullie wel.